als diëtist van Samen zijn wij vooral gespecialiseerd in de ouderenzorg. Dus we helpen met allerlei ziektebeelden waarbij die vooral op oudere leeftijd voorkomen. Zoals diabetes, zoals hoge bloeddruk. Maar ook herstellen na een operatie, bij ondervoeding. Dat is wanneer het lichaam te weinig voedingsstoffen heeft. En helpen we ook door middel van bijvoorbeeld de medische voeding. Dat doen we zowel hier in onze hoofdlocatie als aan huis. Als diëtist komt uw vraag binnen. Dan neem ik eerst even contact op, maken we een planning voor een intakegesprek. Daarin ga ik u allerlei vragen stellen over uw leefstijl, uw voedingskeuzes. Waar wilt u hulp mee? Wat is uw doel? En dan gaan we samen een behandelplan opstellen. Dus wat voor voeding is er nodig? Waar geven wij advies? Wat kunnen wij regelen? Wat moet u zelf doen? En dan na een paar weken plannen we een evaluatiemomentje in. Komen we weer bij u langs. Gaan we of even wegen of even doornemen. En zo gaan we door tot het behandeldoel behaald is. Mocht u nou meer hulp nodig hebben, zoals mobieler worden of aansterken, dan kunnen we ook de fysiotherapeut inschakelen om wat oefeningen te doen. Of de ergotherapeut om te kijken naar wat kan u nog meer doen in huis en wat kan u zelf. We hebben die korte lijntjes, we werken goed samen. Dus zo kunnen we ook elkaar inschakelen mocht dat nodig zijn. U kan dus zonder verwijzing gewoon bij ons terecht. Maar wat we ook doen is mensen na het revalideren thuis nog verder helpen. Na de revalidatie houdt het behandeltraject niet meteen op, want je wilt thuis nog verder aansterken. Dan komen we gewoon bij u thuis. Of als u gewoon vanuit huis komt of vanuit het ziekenhuis en daarna nog aansterken of vragen heeft. U kan een afspraak maken met de diëtisten van Samen via onze website. De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Mocht medische voeding nodig zijn, wordt het ook vergoed vanuit de basisverzekering. Dus maak een afspraak en wij kunnen u heel graag helpen.